Het is herfst en dan is het niks zo leuk dan met de hond te gaan wandelen. Maar hoe kan je dat het best doen? Wel, daar gaan we zo meteen alles over te weten komen in Snuffles. En ondertussen zit onze diergedragstherapeut bij ons en dat is natuurlijk Inge Pauls met Bijjo. Hallo. Dag Inge. Hallo. Bijjo, braaf hè? Ja hè. Dat denk ik. Jij krijgt altijd kussen en ik nooit. Ja, maar we zijn ook kameraden hè, Bijjo. Zeg Inge, vandaag gaan we het hebben over wandelen. Want wandelen, dat, het is nu het weer voor hè. De bomen hebben mooie kleuren. Het begint zo al een klein beetje af te koelen. Dus ideaal om met de hond te gaan wandelen. Maar ik zie nu bijvoorbeeld dat Bijjo een harnasje aan heeft. Dus welke hond bij welk harnasje of riempje? Of ja, kijk, mensen doen daar natuurlijk een beetje hun zin mee, wat ze zelf leuk vinden. Maar ik vind een vast halsbandje rond de nek vind ik nooit niet zo fijn, omdat dat natuurlijk heel belastend is. Ja. Zeker, hij is een bulldog, heeft nogal een beetje makkelijker last van ademhalingsstoornissen. Ja, is dat eigen aan de hond? Ja, door alle bulldogachtige. Hij vindt die mat hier zo fantastisch. Ja, ik zie het wel. Hij zit er helemaal ondersteboven in te gaan, zou ik maar zeggen. In ieder geval, dus voor hem vind ik een tuigje veel leuker. Ja. En je hebt dan tuigjes die op de borst trekken en je hebt tuigjes die op de rug meer trekken. Dus je kan er ook nog een keuze in maken. Ja. En dan heb je uiteindelijk bijvoorbeeld ook nog deze riemen en vaste riemen. Ja. Dus dit is een vaste riem en dat zijn eigenlijk rolriemen. En dat is heel fijn als je toch je hond wat meer ruimte wil geven. Zonder dat er getrokken wordt en zo. Dan heeft hij meer speling, kan hij meer snuffelen. Mm-hmm. Ik vind het eigenlijk heel plezant om te gaan wandelen. Ja. Weet je hond is aan de leiband. Ja, als je andere mensen tegenkomt, is hij in orde. Maar hij heeft meer ruimte dan dit. Hè. Dit is een kleine meter, denk ik. Mm-hmm. Bijtje! Bijtje, kom hier! Dat is een van de belangrijkste oefeningen trouwens. Als je wilt dat je hond goed wandelt, is de kom hier uiteraard. De als je dan ergens daar zit, voilà. En moet dat met zo'n hoog stemmetje? Nee, maar ik ben gewoon vrouw. Hè. Ja, vrouwen mogen hoge stemmetjes opzetten. Ja, voilà. Dus, ik heb niks daar, moet je zijn. Maar deze is dus niet met fluo, dus dat is ook wel handig als het donker is. Want jullie hebben met Tom en Koop een heel leuke fluo-vestjes en fluo-bandjes en zo. Want het winter is ingegaan, dus het is erg donker nu als mensen thuiskomen van het werk en de hond gaan uitlaten. Je hebt zelfs lichtgevende riemen, heb ik gezien. Ja. Super, met ledverlichting in, dus dat is wel goed dat dat bestaat. Ja, dat is echt wel. Allee, 's avonds is dat echt wel goed, want als je niet alleen in de bos maar ook langs de straat is het belangrijk dat mensen jou en je hond kunnen zien natuurlijk. Hè. Ja, je hebt bijvoorbeeld ook de fluo-hesjes. Ja. Kijk, dat je echt je hond volledig. Ja, en weet je wat zo leuk is? Je moet kijken, de binnenkant is lekker verwarmd en de buitenkant is waterdicht. Ja. Dus dat is ideaal voor het koude, gurere weer. Zoals het vandaag bijvoorbeeld is. Ja. En je valt op natuurlijk, hè? Ja, ideaal. Heel absoluut. Leuk. Zeer goed. Nu, uiteindelijk, met de hond leren wandelen, is dat gemakkelijk? Is dat moeilijk? Moet je de hond laten doen? Moet je de hond niet laten doen? Ja. Want dat zijn zo... Het is belangrijk dat je je hond een beetje eigen laat zijn, in de zin van dat ze graag snuffelen. Ja. Zoals hij nu bijvoorbeeld zijn eigen is door die mat. Hè. Ja. maar dat, ze snuffelen graag en dat is ook wel belangrijk. Vandaar dat ik ook die rollijnen zo leuk vind, omdat je dan zo'n eigen ding kan laten doen. Nu, ik moet wel eerlijk toegeven, ik ben ook met mijn hond regelmatig gaan wandelen en uiteindelijk, dat snuffelen, ik werd daar gek van. Ja? Ik denk van, schiet nu eens op. Ah ja, oké. Okay. Maar dat is voor hun net zoals bij ons de krant lezen. Dus dat is toch dat wel zo belangrijk dat je daar een beetje aandacht aan besteedt. Langs de andere kant worden zij gek van ons tempo, want zij draven normaal gezien en wij slenteren eigenlijk in hun ogen. Dus we worden misschien een beetje gek van elkaar, dus een beetje compenseren langs beide kanten. Hè. Okay. Maar in ieder geval, dus dat snuffelen is wel heel belangrijk. Ja. Oké, okay, perfect. Ik stel voor dat je misschien enkele basisbegrippen of basisdingen uitlegt van hoe we met de hond moeten wandelen of hoe dat we daarmee kunnen starten. Nee. Voilà, absoluut. Hij was de mat aan het Dat mag niet, hè, Bijjo. Hey, is een nieuwe mat, hè? Nu, het is belangrijk als je met wandelen start dat je niet heel de wandeling verwacht dat je hond al netjes naast je loopt. Okay. En bijvoorbeeld Bijjo is een ideale demonstratie, want hij is nog een pup. Dus hij kent nog niet zo heel veel. Wacht, we zullen even naar de andere kant van de studio lopen. Ondertussen kunnen we eens kijken hoe dat katten met honden gaan wandelen. Iets heel bijzonders. Kijk zelf maar. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, doo 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 doo
De kat of de hond, met de hond of de kat gaan wandelen. Het is een keer iets anders, hè? Voilà, inderdaad. Maar uiteindelijk, baasje, hond is nog altijd het beste, ja, hè? Dus heel belangrijk is dat je je aandacht probeert te krijgen. Ja. Dus als je aan het stappen bent, je gaat stappen van het moment, een beetje, dat je een commando geeft. Dat je bijvoorbeeld zegt wandel. Van het moment dat de hond trekt, zoals in dit geval, dat je blijft staan, dat je zegt zijn naam roept, beetje. Hij komt dichterbij en je stapt verder. Als hij voor je voeten loopt, dan stap je hem omver. Ook een heel belangrijk dat punt. Moet, okay. Ja, want het is de bedoeling, ja, voilà, hij trekt, we stappen, beetje. En we zijn verder. Flinke wandel! En dat je goed beloont. Hij trekt, we stoppen, beetje. Hij komt niet mee, oké, dan ga ik gewoon verder. En van het moment dat hij wel aandacht heeft, dan zeg ik flinke wandel! Dus heel, heel basis beginnen. Belonen met de stem eigenlijk ook. Met hè? De stem. Dus niet altijd snoepjes je of koekjes Je kan met snoepjes, geven. Ik heb er nu op dit moment vast. Snoepjes gebruiken we vooral als ze in de buurt zijn. Ben je ook alweer? Om ze dan te belonen voor het hier vooral. Hè? Ja. Dat is een heel belangrijk aspect. Of wanneer ook nog belangrijk is tijdens het wandelen, is het oogcontact. Dus van het moment dat hij richting mijn gezicht kijkt, dan krijgt hij er ook een beloning voor. Dus eigenlijk, bij mij blijft richting mij is ook een heel belangrijk om te oefenen. Ja. Dus ik kom hier, het niet trekken aan de lijn en het naar jou kijken, dicht bij jou zijn, zijn drie belangrijkste dingen bij het wandelen. Ja, oké. Okay. En aan welke kant dat hij moet wandelen? Links of rechts voet? Ja, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel verschil. Er zijn mensen die hem graag aan deze kant hebben, omdat ze dan tegen de richting van de auto's in kunnen lopen. Dus dat is een goede theorie. Okay. Natuurlijk, als je een andere hond passeert aan die kant, voilà. Ja. Als je een andere hond zou passeren aan die kant, dan moeten de honden elkaar kruisen. Dan is het soms vinden honden soms het fijn om aan deze kant te lopen. Ja. Oké, okay, dus perfect. Je kan dat perfect. Zeer goed. Er zijn al goede tips om mee te starten, hè? Voilà, toch zwaar, hè? Goed, dan mogen we natuurlijk ook dankzij Tom & Co. enkele leuke prijzen weggeven, cadeaubonnen. En daarvoor moet je alleen een leuke foto opsturen van jezelf en je dier. We hebben weer enkele zeer leuke foto's binnengekregen. Zoals bijvoorbeeld de foto van Anil Bayrak uit Kermt. Mico en ik op weg naar het park of de zwemplaats. Dus een zeer grappige foto. En dan de tweede foto, die komt van Ilse Haaks uit Bree. En ze heeft er zelfs een gedichtje bij gestopt. En dat zou ik toch graag even willen voorlezen, maar dan op de tonen van het volgende melodietje. Thibaut, mijn beste vriend, een hond die veel verwennerij verdient. Met zijn mooie lach en lieve snoet maakt hij een slechte dag weer helemaal goed. Soms een beetje ondeugend en soms een beetje stout, maar niemand anders dan ik die zoveel van dit hondje houdt. Mooi, hè? Vond ik wel. En de laatste foto die komt van Cindy Marissen. Die stuurde een foto van haar echtgenoot samen met Escala, een van onze vier border collies. Ze doen samen agility en 3 à 4 keer per week gaan ze dat samen doen. Dus zeer leuk dat jullie die foto's insturen. Blijf dat doen. tvl.be op Doe meeklikken. En zo maak je dus een kans om dus een bon te winnen van Tom & Co. Inge, dankjewel. Fijn dat je erbij was. Graag en tot volgende week. Tot volgende week. Snuffels in samenwerking met Tom & Co.